Yo mensen, welkom bij een gloednieuwe video. Ik ben vandaag niet alleen, ik ben samen met Mark, YouTube kanaal Mark en ik. En vandaag gaan we een verlaten ijzerhandelaar of een schroothandel bekijken waar nog allemaal bomen en dergelijke zouden liggen. Dus, let's go. En we staan binnen. Het ging allemaal even heel rap. En wat ik hier al direct voor me zie, zijn allemaal containers. What the fuck? Heel die container ligt gewoon vol. Overal loungers. En we zijn hier echt nog maar net. Dus wie weet wat we nog allemaal vinden. Wat ik zo net tegen jullie zei. Hier gewoon achter mij staat al één echt mega grote ammunition box. Het is niet dat ik er zelf heel veel van ken. Maar kijk dat aan. De ruimte voor 4 mortieren. En al één kist. En overal waar ik hier rond me kijk, zie ik al dingen liggen. Daar zie ik al bommen of iets dergelijks liggen. Hier voor ons ligt weer zo'n launcher van daarnet. Het ligt hier gewoon vol. Gewoon. Kijk. What the fuck? Wat wil je hier gewoon terugvinden? Natuurlijk heeft iemand dat hier klaargelegd, maar toch, check dat aan. Staartstukjes van die bommen. Een gele bom gewoon op zichzelf. En daar zie ik nog meer liggen. Damn, damn. Echt niet normaal. Wat voor schatten, maar eigenlijk gevaarlijke schatten moeten hier liggen. Ik denk niet dat ze nog af zullen gaan. Maar je weet nooit. Het ligt hier dus vol met deze dingen hier. Dit is blijkbaar een houder voor een mijn. Hier heeft de mijn dus ingezeten, als het ware. Of hij transporteert, geen idee. Maar dan ligt het dus hier ook gewoon van vol. En zelfs nog een rupsvoertuig daar. We dachten dus net dat die mijnhouders, of die mijnen zelf, dat dat alles was aan deze container. Maar wat blijkt, er ligt hier gewoon nog een fucking gun. Oké, ik mag dat niet zeggen. Er ligt hier dus gewoon nog een gun. Kijk dat aan, wat voor gun gewoon. Volgens mij zijn wel al in tweeën. Zo te zien, hier in het midden. Kijk dat aan, er ligt zelfs gewoon nog een overal bij, een uniform. Hoe vet. En de gun moet wel gebroken zijn, kijk, de scope ligt gewoon beneden. Maar toch, what the fuck. En mijn buikgevoel zat juist hier beneden liggen nog allemaal auto's en ammunitiekistjes zo te zien. Damn. Maar hier staan we dan aan al die crates. Ik werd er daarnet even onderbroken of ik leidde mijn shot even stil. Er wou iemand een foto nemen. Dus alle respect daarvoor. Maar damn. Al die auto-onderdelen en al die kistjes hier gewoon. Ondertussen dat Mark wat shots aan het nemen is bij die ammo-kistjes, gaan we een keer kijken wat er hier in die containers zou kunnen staan. Die staat vrijwel verlaten van de rest. Oeh, wat voor grote schatten gaan we vinden? Volgens mij heb ik al alles gehad wat er hier lag. Bommen, granaten en al die dingen, dus beter kan het niet meer worden, denk ik. Holy damn. What the fuck? Check dat aan. Oh my god. Mark. What the fuck? What? Oh my, dat is gewoon een hele gun. Zie dat aan. Echt, die dacht dat het niet meer beter kon worden. Ineens twee bommenwerpers, of bommenschieters, of kanon, of hoe dat ik het moet noemen. Holy damn. En die heeft zelfs twee lopen zo te zien. Geen idee hoe dat ineens zit, maar what the fuck. Kom. We dachten hier nog een verlaten huisje te bezoeken. Op het domein. Maar ik zie de weg daar al beneden. Dus volgens mij is dit het einde van de video.
Dan wil ik Mark bedanken dat hij mee was. Ja, graag gedaan. Is leuk. Abonneer je zeker op zijn kanaal, staat hier beneden. En dan zie ik jullie volgende week terug bij een gloednieuwe video. Laters. Laters.